In deze clip wil ik laten zien hoe je via je telefoon foto's vanaf je EOS-camera kunt delen via de social media, Irista of e-mail. En dat is eigenlijk heel erg simpel, zeker wanneer die camera NFC hebt. We hebben hier een EOS 2000D liggen, we hebben de wifi ingeschakeld en we hebben de NFC-optie aangezet. Dat is het enige wat we hoeven doen. Dan gaan we naar onze telefoon, daar zorgen we dat we de Camera Connect app van Canon hebben geïnstalleerd vanuit de Google of Apple App Store. En die start je op en ook op je telefoon zet je dan de NFC aan. Dat zie je bovenin hier, het logootje van NFC. Prima, nou, wanneer we dat gedaan hebben, dan krijgen we dus dit beeld. Rechts de camera met een ingeschakelde wifi NFC en links de telefoon met de app opgestart. Maar die heeft dus nog geen verbinding. Je kunt zien dat er nog geen verbinding is. Nou, wat gaan we vervolgens doen? We gaan maar eens gebruik maken van die NFC. En dat gaat als volgt. Je neemt je telefoon en houdt die tegen de zijkant van de camera waar het logootje van NFC staat. Wanneer je dat doet, dan zie je dan gaat hij automatisch verbinden met de smartphone, met je telefoon. En op je telefoon zie je als een soort venstertje boven de Connect app een status weergave van of de verbinding er komt, ja of nee. Nou, je ziet, die verbinding is ontstaan. Op het moment dat ik nu op Images on Camera klik, krijg ik hier alle foto's te zien. Ik wil een landschapje versturen, want ik vind het wel leuk voor de mensen thuis bijvoorbeeld. Ik kan ze downloaden op mijn telefoon, maar ik kan bijvoorbeeld ook even delen via Irista. Dat is een optie die je niet moet vergeten. Irista is een mooi beheersysteem. Nou, in dit geval doen we dat even niet, maar we gaan even terug naar het downloaden naar de telefoon. Dus we tikken erop, dan kunnen we de foto of op een kleiner formaat of op het origineel formaat downloaden. Nou, doe het op het kleine formaat, want het is vaak via e-mail en Instagram en al dat soort dingetjes. Dus dan hoeft het niet zo groot te zijn, dat gaat ook allemaal wat vlotter. En nou, dat het vlot gaat, dat zie je dus hier. Hij heeft nu de foto al op mijn telefoon gezet. Die dan wil zien in de app, moet ik de verbinding even verbreken. Nou, dan zie ik mijn app. Je ziet de foto niet meteen terug, maar druk even op albums. Want dan zie je dat je een map gekregen hebt met Canon EOS 2000. Nou, tik daarop, daar zie je je foto terug. Tik op de foto en dan krijg je de gebruikelijke icoontjes aan de onderkant. Je kunt hem eventueel nog bewerken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook gewoon delen. En wanneer je op delen klikt, ja, krijg je daar te zien, ja, eigenlijk alle mogelijkheden die op je telefoon zitten. Dus je ziet die Gmail, Twitter, Instagram, WhatsApp, noem maar op. En ja, zo deel je dan de foto met de rest van de wereld. Eigenlijk heel erg simpel. En zeker de moeite waard om vanuit je vakantiebestemming foto's met je vrienden en kennissen in het thuisland te delen.